Ja, vrienden, ik heb heel veel berichten gekregen de afgelopen tijd. En die vroegen aan mij, Harry, wil je nou alsjeblieft iets zeggen over dat incident met die aansteker bij Feyenoord en over dat hele gedoe? Nou ja, ik heb daar eens even een tijdje over na zitten denken, vrienden. En ja, wat moet je daar nou over zeggen? Over supporters die zich misdragen. Maar wat mij het meeste raakte is eigenlijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar de, als Feyenoorder. Kijk naar die oud-Feyenoorders. Hoe verschrikkelijk aangeslagen die zijn. Bijvoorbeeld zo'n John de Wolf. Ja, dat was gewoon een noodkreet. Noodkreet daar, midden op het veld. Die wist het ook niet meer. Boos was hij. Kwaad. Benny Wijnstekers, heb ik hem gelezen. Ja, die was ook aangeslagen. En die had de pest in over dat dit allemaal gebeurd was. Heb je Jan Boskamp gehoord? Die zegt, ja, stelletje randebielen. Die helpen mijn club, helemaal naar de kloten. Dat zegt Jan Boskamp, ja. En Arne Slot, die ook zei van, ja, ik vind het verschrikkelijk dit. Vreselijk, vooral als je trainer bent van deze club. Dus die schaamde zich ook een beetje. En Wim van Hanegem. heb je dat treurige gezicht gezien van Willem? Gewoon ook helemaal van slag. En die zei van ja, als je voor rottigheid komt, ja, donderstraal dan op. En dat is het ook, vrienden. En als al die Feyenoorders met dat enorme Feyenoord hart en Feyenoord verleden zich zo verschrikkelijk voelen over dat hele verhaal. Vrienden, hoe erg is dat niet? En wat Van Hanegem zegt is waar. Wat kom je daar nou doen? Ja, als je nou echt een liefhebber van voetbal bent. Ja, en als je nou echt van Feyenoord houdt, dan doe je dat toch niet? Nee, dan moedig je die club aan en dan wil je alleen maar dat daar leuke dingen gebeuren in dat stadion. En dan hoop je dat je club het goed gaat. Maar dan ga je toch niet tegenwerken, want dat is wat je doet. Je brengt de club alleen maar in problemen. En in Rotterdam willen ze graag naar andere wijzen en naar andere clubs en anderen de schuld geven. Jongens, stop daar nou mee. Doe dat nou niet. Hou daar nou mee op. Kijk nou even gewoon in je eigen spiegel. En zeg tegen jezelf als Feyenoorder, je moet er heel gauw mee ophouden. Supportersverenigingen van Feyenoord, kom op nou. Jullie weten waar ze zitten. Ik bedoel, ja, het is toch allemaal niet normaal? De komende 7 wedstrijden zit je met een net om je veld. Als enige in Nederland. Als enige club. Dan moet je toch gaan nadenken. Dan moet je toch gaan afvragen. Oh, is er iets fout? Als Ajax naar de Kuip moet komen, dan moet dat met een waterkanon erachteraan. Of in een andere bus. Dat is dan toch niet normaal, vrienden. Het is toch niet normaal dat Feyenoord constant maar boetes krijgt van de UEFA. Ja. En hoe komt dat dan? Vraag je dat dan allemaal af? En dat er vakken in het stadion bij wedstrijden weer leeg moeten blijven. Ja, vraag je dat dan af? En dat je niet welkom bent in Rome, dan kan je dus niet naar zo'n wedstrijd toe. Vraag je dat dan af? Dat soort dingen. Ja, vrienden, een beetje sociale controle graag daar in Rotterdam. Hou elkaar nou gewoon een beetje in de gaten. En zorg er dan voor. Ja, want dat is wat ik vraag gewoon. Ja, ik wil dat Feyenoord blijft en Feyenoord is. En dat Feyenoord weer Feyenoord wordt. Alsjeblieft. Ja, en dat wij met z'n allen trots kunnen zijn op Feyenoord.